Ja, een hele goede middag. Van deze volle zaal zie je gelijk hoe belangrijk fotografen ondernemerschap vinden. En dat is eigenlijk best jammer, maar gelukkig het wordt getaped. Dus wij gaan daar allemaal mooie clipjes uit maken en dat betekent dat het ook voor de lange termijn toch interessant is om hier te staan. Ik stond hier eergisteren ook, in de ochtend. Best interessant. Helemaal prachtige speech voorbereid. Mooie dingetjes. En ik moet zeggen dat in de 2,5 dag erna er mij heel veel is duidelijk geworden. Namelijk, de fotografie heeft inderdaad zoiets nodig als waar wij aan werken. Ik ga u daar later meer over vertellen. Eerst, mijn naam is Robert Govers, oprichter van Happix. Naast mij Barend Groot-Schaarsberg, mede-eigenaar, mede-oprichter. Er is nog een derde, die was hier gisteren en eergisteren aanwezig, Stefan Schuileman. Verder nog een team van 4 mensen, Jason Paliter, Sharon en Robin op zijn tijd. En daarmee trekken wij Happix uit de grond, want we zijn pas 11 weken oud. Oipo was 11 jaar oud, wij zijn 11 weken oud. Wat doen wij? Ga ik later vertellen. Maar wij doen wel iets wat heel veel waarde gaat toevoegen in de fotografie. En ik denk als we volgend jaar staan, dan staan er wel rijen. Maar gewoon omdat het niet duidelijk is, we zijn de eerste. We zijn ook de enige. Platgeslagen, wat doet Happix? Dat is gewoon de funda van de fotografie. Iedereen wil graag gevonden worden. En om gevonden te worden heb je bereik nodig. Bereik red je niet in je eentje. Tenzij je er heel veel marketing geld tegenaan gooit, AdWords campagnes opzet enzovoort. Dan word je nog iets beter gevonden, maar als één pitter in de fotografie of in als klein bedrijfje krijg je dat bijna niet voor elkaar. Tegenargument wat ik de afgelopen dagen hoorde, ik word heel goed gevonden. Ja, inderdaad, hoe zoeken ze dan? Ja, op mijn naam. Hé, hey, ja. Dat is leuk, dat zijn die klanten die in je kringetje zaten en net daarbuiten, die had je al. Het gaat juist om alles wat er buiten zit. Nou, daar is Happix voor. Happix is een platform. Een platform waar je als fotograaf kosteloos aan deelneemt. Maar omdat we dat met z'n allen samen doen, ontstaat er een soort van massa. En die massa, die krijgt een waarde, die krijgt een internetwaarde, die krijgt een waarde op Google. En vervolgens komt dat platform dus bovenaan te staan. Wat gebeurt er dan? Je kunt dus nooit als éénling bovenaan staan, dat gaat niet lukken. Maar wij kunnen wel met z'n allen samen op de eerste rij zitten. En dat is waar het om draait. We hebben het ook heel mooi ingericht. Ik ga er even wat van laten zien. En omdat ik nu gewoon uit mijn hoofd spreek en er een mooi verhaal van probeer te maken. In tegenstelling tot eergisteren waar ik het helemaal had uitgewerkt op mooie briefjes. Maar ik vind dit veel leuker. Loop ik door mijn presentatie van dia's een beetje heen. Omdat ik dan het goede plaatje erbij kan vinden. Dit is overigens mijn eigen site. Ik zit sinds 92 in de fotografie. En redelijk succesvol. Barend, komen we direct op. Stefan, ik, het team, kom even hierop. Wat is Happix? Wij zorgen dat de klanten op alle mogelijke manieren via internet bij ons binnenkomen. Want hoe doet een klant dat normaal gesproken? Die zoekt fotograaf Den Bosch, enter. Of bruidsfotograaf Haarlem, enter. Of industrieel fotograaf, nog Nederland misschien nog, enter. Nou, wij hebben nu al in die site meer dan 400 pagina's erin zitten. En dat worden er duizenden. Ik zeg al, we zijn 11 weken oud. Zag ik bouwen. En die vangen wij dus op. En eigenlijk waar je op klikt, dan kom je in een ding terecht. Dat noemen wij de selector. Even een technische naam. Maar eigenlijk is het visuele overzicht. Links vul jij gewoon in. Ik heb straks als ook de agenda faciliteit erin zit. En de reviews. Dan vul jij in. Ik heb een fotograaf nodig. In die plaats, op die datum, met zoveel jaar ervaring binnen die prijsklasse en met review minimaal 8. Dan ontstaat in het midden vanuit de database zie je een veld met alle foto's die daarbij horen. En dan ga je gewoon zeggen, ja, die vind ik mooi, die vind ik niet mooi. Het is net Tinder. Mooi, niet mooi. Rechts ontstaat vanzelf dan een top 5. En op het moment dat die top 5 is, dan kun je die visueel, dan zie je die naast elkaar, tarieven. We hebben pakketten gemaakt, daar kom ik direct op terug. En dan kun je ook de achtergrond van die fotografen leren kennen.
Wat vinden zij belangrijk in hun werk? Waar doen zij het voor? Videopitches enzovoort. En vervolgens kun je boeken en reserveren. Zo simpel is het. Dat maken wij. Het is eigenlijk niet anders dan een takeaway.com of een hotelsite. Het is heel simpel. Op die manier, daar zit de toekomst. Want als je nu je gaat zoeken, zoals mensen zoeken, en dan zien ze op de eerste pagina zien ze 4 of 5 fotografen. Op de tweede pagina zien ze er ook nog 3. En ja, dat was het dan. Die andere 50 in die regio, waar vast en zeker een aantal bij zitten die veel beter passen bij het wensenpakket van de klant, die vinden ze niet. Waarom niet? Die site deugt niet. En als ze die al vinden, dan willen ze gaan vergelijken. Maar die portfolio's die kun je niet 1 op 1 makkelijk vergelijken. Dat kost een hoop tijd. Dus wat doen ze? Wegklikken. Heel simpel. Bestellen schoenen op internet. Ik kan de kleur niet vinden. Klik, weg. Ik ga naar de volgende. Nou, zie je precies hetzelfde. Zo zoeken mensen. Zo zoek je zelf ook. Dus, even kijken, waar was ik gebleven? Want nu ben ik hem even kwijt. Ja, ik doe het uit mijn hoofd, hè, nu, dus ik sta hier niks op te lezen. Bij de selector, ja. Waarom is het op die volgorde? Omdat klanten zoeken op een categorie en op een plaatsnaam. Dus zo moeten ze binnenkomen. Vervolgens wil ze het plaatje kijken. Vindt het mooi, vindt het niet mooi. Omdat ze in de selector straks al een budgetlijn aangeven, is het eigenlijk al gefilterd naar eentje waar ze altijd wel aan uitkomen. En als ze dan 5 kunnen zien, is het niet anders dan een meubelboulevard. Ik wil een bank kopen, ik ga een winkel in. Ik denk, nou, die bank die zit wel lekker. Ook wel leuk trouwens dat ik hier achter een desk sta, daar hou ik helemaal niet van. Weinig andere keuzes. Die bank die zit wel lekker. Dan denk ik, nou, ik wil toch nog over nadenken. Ja, dat ding kost €1500 of zo. Dus ik loop naar buiten, kijk naar links, kijk naar rechts, zie geen meubelzaken meer en denk van ja, dan ga ik maar naar huis. Hoe groot is dan ook de kans dat ik hem koop? Niet heel groot. Op de meubelboulevard zitten er nog 2 links en 2 rechts, aan de overkant zit er nog 1. Nou, even kijken, dan heb ik ineens referenties. En dan denk je, en dan heb je ineens vertrouwen. Daarom moet je het dus samen doen. Zoals op de meubelboulevard werkt, werkt in de fotografie niet anders. En het leuke is, het is een creatief product, dus de kans dat er een collega is die iets maakt wat die klant net zo mooi vindt, is eigenlijk helemaal niet zo groot. Het onderscheidende element komt weer wel in beeld. Terwijl op het moment dat klanten geen details kennen, ik kom daar direct op terug, dan zijn ze eigenlijk geneigd om te oordelen, maar op de basis van 1 ding dat ze wel kennen, en dat is namelijk de prijs. Wat gebeurt er? De prijs gaat naar beneden. Krijg je race to the bottom. Dat is wat er gebeurd is. Dat is een beetje zonde. Terwijl als mensen de waarde van de shoot kennen, het verhaal erachter, het verhaal achter de fotograaf, de reviews die ze kunnen lezen, de drijfveren van de fotograaf, de videopitch van de fotograaf. En let wel, al deze dingen hebben wij straks erin zitten. Dan krijgt zo'n shoot ineens veel meer waarde. Wat het leuke met een fotoshoot is, hij moet nog gemaakt worden. Als je een shoot koopt, ook nu, dan verkoop je. Of je koopt eigenlijk vertrouwen. Je koopt geen shoot, je koopt vertrouwen. Want dat moet nog gemaakt worden. Nou, wanneer vertrouw je iemand? Dat doe je niet zomaar. Dat doe je wel als je weet van, hij heeft gezegd dat zij dat heel goed kan. En hem ken ik goed, dus dan geloof ik het wel. Nou, dat is de kracht van reviews. Of je gaat iemand vertrouwen als je denkt van, goh, dat is leuk. En dus die vindt het zo belangrijk om die foto's op die en die manier te maken. En vindt het heel belangrijk. Dit is de achtergrond en hiervoor had ze die baan enzovoort. Dat soort waardes, drijfveren. Als je die in beeld brengt, dan hebben klanten veel eerder vertrouwen om een shoot te kopen. En dat is natuurlijk wat wij doen. Het is een internetbedrijf. Dus we moeten zorgen dat het hele proces van zoeken, vinden, zoeken, vinden, vergelijken en vervolgens tot aankoop overgaan, dat we dat in 1 keer gewoon goed in beeld brengen en dat het ook getrechterd wordt. Nou, dus wij brengen de andere waarden in beeld. Het grote voordeel is als je waarden in beeld brengt, dat de prijs er minder toe doet. Ik kan er een heel mooi voorbeeld van geven. Ik kom uit Breda, mooie stad trouwens. En we hebben daar een straat, dat heet de Karrestraat. En de Karrestraat, dat is zat V&D. Het leuke was, daarnaast zat bijna de Bijenkorf en die gaat volgende week weg. Die straat is nou een soort van death row. Daarnaast zit nog Invito, die zijn met de uitverkoop bezig, want die zijn ook failliet. En die hebben van die dingetjes op de raam hangen. 25% korting. Gaat er iemand naar binnen wat er 25% korting gegeven wordt? Niemand.
paar dagen later, 50% korting, want die moeten van die schoenen af. Niemand. Of in ieder geval een beetje. Hoeveel korting moet je geven om je klant te overreden om bij je te kopen? Nou, dit is gewoon het ultieme bewijs dat de prijs wel belangrijk is, maar niet het belangrijkste element als je de waardes maar in beeld brengt. Dat is wat wij met HapX doen. Daarom heet het ook de mens achter de lens. Een belangrijk ding. Dat is het kort. Ik zie hier op de beurs heel veel apparatuur staan. Ik zie heel veel mooie dingen die veel geld kosten. Maar hallo, als je geen klant hebt die ervoor betaalt, dan heb je er niet zoveel aan. Dan kost het geld, levert geen ene moer op. Beetje zonde. Daarom waar ik net ook mee begon. Ondernemen is blijkbaar voor fotografen vaak helemaal niet zo belangrijk, denken ze. Nou, dan zie je hier op de beurs een aantal mensen staan, een aantal partijen die willen die fotograaf helpen te ondernemen. Ja, dat is een traject van 15 jaar en dan mag je hopen dat ze kunnen en dat lukt ook bij één op de zoveel. Wat wij doen is compleet ontzorgen. Wij gaan niet helpen ondernemen, wij gaan voor jou ondernemen. Dat is veel makkelijker. En dat doen we niet alleen online, dat doen we ook offline. We doen samenkomsten waar je ineens wel collega's hebt, waar je informatie uit kunt wisselen, waar we trainingen kunnen geven. Pas geleden hebben we de eerste gedaan. Ik zeg al, we zijn 11 weken oud. Dan hebben we een clubje in een bos samen zitten. En daar hebben we een LinkedIn-informatie aan gegeven, een training. We hebben over social media gesproken. En dat was uiteindelijk een hele gezellige avond. Want eigenlijk zei hij maar half tot iets van 10 uur hadden we het zaaltje officieel. Van 7 tot 10 en we gingen om 11:30 met z'n allen weg. Oftewel, die behoefte was er. HapX is ingericht zoals de eindklant wil boeken. Maar aan de andere kant hebben we veel meer weerwaarde naar de behoeftes van fotografen toe. Dan moet ik deze dingen natuurlijk op gaan zetten, maar die kun je ook op de achterkant van het foutje lezen wat je zo net in je hand hebt gekregen. Het is heel simpel, wij zorgen dus voor bereik naar klanten die je anders niet gehad zou hebben. En als die komen, dan ontzorgen we je en wij willen daar 20% fee van hebben. We doen ook een hoop extra dingen, meetings, trainingen. Opzetten van nieuwe evenementen. Al die leuke dingetjes met tips, tricks en video's. Daar maken we een database van waar je in kunt enzovoort. We hebben hier op de beurs een aantal partnerschappen besproken met andere partijen, waardoor je elkaar verder helpt. We hebben op dit moment in de pilot in Den Bosch een prachtig evenement, een prachtige opzet lopen samen met de plaatselijke VVV en City Marketing. Waarbij we een evenement opzetten wat ook weer verband houdt met die 500 jaar Jeroen Bosch. Geeft heel veel exposure en daar gaan onze fotografen die gaan daar iets mee doen. En die krijgen daarmee dus een lokaal podium. Nou, allemaal dat soort dingen zijn we mee bezig. En ja, dat onderscheidt ons dus enorm van bijvoorbeeld, ik noem ze de zoekenfotograaf.nl, de vindenfotograaf.nl, Trufi enzovoort. Want dat zijn meestal of portals, soms een portfolio site, staat er wel nu tarief bij, maar ja. Hoe lang ben je dan bezig? Of het zijn abonnementmodellen. Nou, aansluiten bij ons is gratis. Wat kost je dat? Gewoon, als je archief een beetje op orde hebt, uurtje werk. Moet je gewoon eens denken hoeveel tijd dat je de afgelopen half jaar aan je website en social media besteed hebt. Nou, dan is dat uurtje werk misschien best wel een goede investering. Dit is een heatmap, of een mooi kaartje van nu intussen denk ik alweer 2,5 week geleden. Die van vandaag is veel leuker, want we hebben intussen ruim 200 fotografen erin zitten. Gaat snel, dus wij zijn blij. Waarom is het belangrijk om fotografen erin te hebben zitten? Die gezamenlijke massa, die geeft de relevantie op Google. Die geeft de kracht. Zonder die gezamenlijke massa, dan komt die klant binnen. Dan denk je, ja, dan kan ik kiezen uit twee, is ook niks. Dus wij hebben de site initieel gebouwd op de vraag van de eindklant. En zijn nu vooral bezig met het verbreden van het platform met fotografen, zodat als we dat hebben, dat we dus veel effectiever verkeer er naartoe kunnen leiden, dat we tot conversie kunnen komen. De shoots die eruit komen, die gaan ook allemaal gereviewd worden. Die reviews, daar doen we weer iets mee op social media, zo krijg je een vliegwiel van, met een zichzelf versterkend effect, wat uiteindelijk ertoe gaat leiden dat onze relevantie groter en groter wordt. Ik zeg al, ik ben blij dat jullie hier zitten, want volgend jaar dan willen er een heleboel vast en zeker meedoen en die denken nu van, wel, het zal wel. Ik sprak daar straks, zat ik in de podiumdiscussie met Koen Linder van Oipo. En toen had ik het over afgelopen zaterdagochtend. En met Koen na die discussie zeiden we, ja, was bij ons in het begin ook. Want ze dachten, ja, wat heb ik eraan? En nou heb ik 19.000 aangesloten mensen waarvoor werken. Oké, nou, die kant gaan wij ook op. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja,
Als je je vandaag nog aansluit met deze kortingcode, dat is dus niet die op het scherm staat, want dat was een andere. Maar schrijf hem op, 1566-2308. Dan wel, neem hem mee. Maar als je vandaag nog je account aanmaakt, komt er een tegoed in van €250 aan je account gekoppeld. En de eerste 250 omzet is daarmee compleet fee-vrij. Wij vertrouwen erop dat het goed komt en dat gaan we ook voor je waarmaken. Het verder invullen van je account, dat kun je gewoon later deze week doen. En als die helemaal, wij hebben daar een invulassistent op zitten, die je gewoon helemaal doorheen loodst, waardoor het ook nog gewoon makkelijk en ontzorgend is. Even kijken. Ik zal iets over mezelf vertellen voor wie dat leuk vindt. Ga ik heel kort doen. En daarna zal Barend het van mij overnemen in het tweede stuk van deze presentatie. Nou, geen voorlichtlesje, maar ik heb zelf een achtergrond. Sinds 1992. Ik heb ooit scheikunde gestudeerd. Fotografeerde al, vond het leuk. Studio, uiteindelijk 7 medewerkers. De breedte in, klanten die ik nooit zag. Gewoon, ik zat de administratie doen. Joh, ik denk, wie is dat? Daar hebben we het huwelijk van gedaan, nooit gezien. Toen langzaam gedacht van, nou, dan moet ik meer de diepte in. Heb ik ook gedaan. 4 jaar op de Millionaire Fair gestaan als enige publieksfotograaf. 1 grote poppenkast, maar uiteindelijk ben ik wel met privé-jets op en in naar Monaco geweest om shootjes te doen waar veel te veel geld voor betaald werd. Maar het was wel leuk. Kwam ik er ook achter dat een foto die aan de verwachtingen voldoet, dat is dus eigenlijk meer communicatie, gecombineerd met hele goede marketing, dat veel effectiever en succesvoller is dan hele goede foto's, want mijn foto's zijn best goed, maar ook niet de top, met een middelmatige fotografie-marketing. Dat is een belangrijk ding. Dus ja, zo verder. En intussen aangekomen bij Happix. Ik hou van persoonlijke groei. Dus als ik te lang hetzelfde doe, dan word ik een beetje ongelukkig. Dus ik vind het ook heel leuk om dat ondernemerschap wat ik in de jaren van fotografie ontwikkeld heb, om dat met anderen te delen. Zo kwam ik uiteindelijk op Happix. Ik kon dat absoluut niet alleen. Samen met partners en met het huidige team trekken we het uit het moeras. En dat is erg leuk. Tweede partner. Stefan, internetmarketeer. In zijn bedrijf draaien meer dan 200 websites waar ze geld voor klanten mee binnentrekken. Dat is een kunstje en het leuke is dat kunstje is kopieerbaar. En dat doen we dus bij Happix precies hetzelfde. En de derde partner die staat naast mij, Barend. En die heeft een prachtige ondernemersachtergrond. En die gaat jullie meer vertellen vanuit zijn visie. En dat doe ik in een paar minuten trouwens. Het is zo klaar. Okay. Even kijken waar we zitten. Ja, ik ben Barend en ik ben investeerder in Happix. En ik wil eigenlijk maar heel kort zeggen waarom ik geïnvesteerd heb. Wat mijn motivatie was om in te stappen. Ik ben zelf in mijn studententijd begonnen met een bedrijf. Ik ben zelf mezelf gaan verhuren als privéchauffeur. En dat bedrijf is in 23 jaar uitgegroeid tot een bedrijf waar 30 mensen op kantoor werken om 1700 studenten aan te sturen. Dat is echt heel groot geworden. En inmiddels ook een vestiging in België en binnenkort ook in Duitsland. Wat ik gezien heb, en ik ben zelf, je snapt als je 1700 studenten in dienst hebt, dat zijn een heleboel profielfoto's. En daar waren de fotografen erg blij mee, daar hadden ze heel veel werk aan. Maar we hadden meer werk. Zo moesten wij bijvoorbeeld ook de evenementen in beeld brengen en ook auto's. En auto's is een hele specifieke stukje fotografie. En de fotograaf die voor ons eigenlijk alle portretten deed, wilde dat werk eigenlijk ook graag doen. En dat had hij eigenlijk beter niet kunnen doen. Want hij begon daar eigenlijk slechter werk af te leveren. Werk waar wij niet tevreden over waren. En wat er dan vervolgens ontstaat, is dat wij ontevreden worden als klant op een heel klein specifiek stukje van zijn werk. En wat er vervolgens gebeurde, is dat wij op zoek zijn gegaan naar een andere fotograaf die dat stukje op kon pakken. En eigenlijk was hij daarmee een heel stuk van zijn markt kwijt. En we waren echt een hele grote opdrachtgever. Wat ik zie is ook binnen het bedrijf dat de vraag naar beeld alleen maar toeneemt. Wij kregen natuurlijk ook de social marketing te maken met nieuwsbrieven. En dat materiaal dat bestaat eigenlijk altijd met name uit beeld. Beeld was voor ons echt heel belangrijk. Dus ik geloof echt dat de komende jaren de vraag naar beeld alleen maar toe zal nemen. Het tweede punt is, ik heb ook een dochter.
En mijn dochter Bente is 14 en die heeft het ontzettend druk in haar leven, want die heeft natuurlijk hockey, die heeft de vriendinnen, die heeft de school en ze heeft Instagram. En Instagram, dat is echt voor haar heel belangrijk, want ze moet die volgers allemaal te vriend houden. Dus dat betekent ongelooflijk veel beeldmateriaal verzamelen en onderscheidend blijven ten opzichte van je vriendinnen. Dus wat heeft zij gevraagd voor haar 14e verjaardag? Een officiële shoot. En waarom? Omdat zij afwijkend beter beeldmateriaal wil dan dat zij op dat moment had. En dat vind ik eigenlijk een heel frappant teken, dat een meisje van 14 eigenlijk nu al de beslissing kan nemen van dit is goed beeld en dat is slecht beeld. Maar dat betekent wel voor de generatie die eraan komt, dat ze dat onderscheid veel en veel beter kunnen blijven maken. En dat komt heel simpel door het feit dat zij veel en veel meer beeld onder ogen krijgen dan dat wij dat hebben gekregen. En daardoor ontstaat er echt wel een heel groot verschil en een bereidheid tot betalen. Tot slot heb ik eigenlijk nog één tip voor jullie. Ik ben begonnen als simpel als privéchauffeur. Dat werk dat is begonnen omdat ik stond te liften. Ik lifte altijd vanuit Roermond naar Breda, waar mijn ouders woonden. En dan had ik als tussenstation altijd het Floraplein in Eindhoven. En daar stond ik dan met de andere studenten, stonden wij met onze duim omhoog. Dit waren geen likes, maar zo stonden wij. Op een gegeven moment moet je dus altijd concurrentie leveren, zeker met de meiden, want die werden natuurlijk altijd veel eerder meegenomen. En wat ik toen ben gaan doen, eigenlijk heel simpel, ik ben een bordje gaan ophouden. Ik wil naar Breda. Wat denkt u dat wanneer u eerder meegenomen werd, als ik zo sta of met een bordje Breda? Nou, dat is het antwoord simpel. Op het moment dat ze zien waar je naartoe moet, iemand komt uit Breda, is bereid je mee te nemen. Eigenlijk heel logisch. Ik ben nog verder gegaan en daar kwam mijn eerste opdracht uit. Ik heb vervolgens toegevoegd aan het bordje Breda, alleen BMW. En dat was natuurlijk een hele arrogante actie. Hè? En dat kwam echt wel voor dat de eerste Mercedes-rijders zo voorbij kwamen. Maar er was ook een BMW-rijder die stopte. En die wilde mijn liefde weten waarom ik voor dat merk hield. Ik zeg, dat is de fijnste auto waarvoor ik ingereden heb. En wat hij vervolgens gedaan heeft, hij heeft mij zijn autosleutels gegeven. Hij zegt, ik ben moe, rij jij maar. En van daaruit is dit hele bedrijf ontstaan. Eigenlijk door iets heel kleins. Maar dat als les wil ik daar eigenlijk wel een klein beetje meegeven naar de fotografie. Als fotograaf spreek je uit waar jouw passie ligt. Want ik denk dat dat gaat resulteren in kwaliteit en in extra opdrachten. Ik dank jullie wel.